Wij gaan vandaag banh mi maken, een Vietnamees gerecht van origine wordt daar buikspek voor gebruikt. Maar wij gebruiken daar vandaag voor ribvingers van Duroc. Buikspek, ja, dat duurt natuurlijk best wel lang voordat dat mooi gaar is. Ribvingers is vrij snel. Heb je nog steeds diezelfde lekkere smaak van de ribvingers zoals je kunt zien. Nou, bevat dat veel mooi intramusculair vet. En er ligt wat vet op aan de bovenkant. Dus super smaakvol, ontzettend lekker en snel. De ribvingers zijn gewoon bij ons in de webshop te bestellen. Check even de link hieronder in de beschrijving van de video. We gaan vers gepekelde groenten maken, wat we laten intrekken in zuur. En daarvoor gebruiken we verse wortel en daikon, oftewel radish. En dit kun je verkrijgen bij de groenteboer. We beginnen met de radish. Snijden we de kop en de kont eraf. Nou, voor de video hebben we eigenlijk maar de helft nodig, dat is meer dan genoeg. Eerst even schillen. We snijden ze in lange dunne reepjes. We doen de groenten in de kom. Nou, dan gaan we beginnen met het maken van een zoet zuur. Daarvoor hebben we nodig 240 ml water, 240 ml azijn, 1 eetlepel zout en 2 ruime eetlepels suiker. Dit gaan we verwarmen en goed doorroeren tot het mooi is opgelost. Dan voegen we het zuur toe en dan laten we het lekker intrekken. Wij laten het zuur ongeveer een uur in de groente trekken. En met zuur werkt het zo, hoe langer je het laat intrekken in de groente, hoe lekkerder het eigenlijk wordt. Dus mocht je nou wat over hebben, stop het in een wekpot, zet het weg op een mooie droge plek. En dan kun je het volgende keer prima weer erbij gebruiken. Nou zetten we het weg en laten we het lekker intrekken. We gaan nu het vlees rubben. Hiervoor gebruiken we zout. En de Burnout Rub van de Rubclub nummer 2. Super lekker. Dan denken jullie vast, waarom moeten ze er nou in vredesnaam nog extra zout overheen? Nou, de rups van de Rubclub die zijn zoutarm, dus er valt bijna geen zout. Daarom voegen we, omdat het vlees ook zo vet is, voegen we wat extra zout toe. We gebruiken ribvingers in plaats van buikspek, omdat het eigenlijk wel een goede vervanger is. Ribvingers zitten tussen de botjes van de spareribs in. Bevat veel vet, net zoals buikspek. Alleen ja, je kunt daar gewoon een kortere grillsessie mee creëren dan wanneer je buikspek gebruikt. Dus ja, wat mij betreft een super mooi alternatief. Het is daarnaast van 100% raszuivere Duroc-varkens. Mooie grote zware varkens die veel vet bevatten. Veel intramusculair vet ook, daar hebben ze sterk patent op. Dus ja, ik ben gewoon helemaal fan van de producten van Duroc. Nou, de barbecue is 150 graden. We gebruiken vandaag Marabou houtskool met een mooie neutrale rooksmaak, maar wel een extra lange brandduur. We gaan de ribvingers roken op het blokje appelhout en we maken de barbecue volledig indirect, zodat we de ribvingers langzaam kunnen garen. Als we de ribvingers namelijk boven direct vuur zouden grillen, dan gaan ze verbranden. Dat gaat super hard, want de ribvingers zijn heel erg vet. Dus dan komen die vlammen op, ja, en dan gaat het vlees helaas verbranden. Nou, de barbecue is 150 graden, tijd om de ribvingers op de barbecue te leggen. Nou, de ribvingers leggen we dus indirect. De ribvingers liggen op de barbecue. Laat het nu lekker roken op een blokje appelhout. We halen het er straks af als ze mooi goudbruin van kleur zijn. Ik temperatuur de ribvingers niet, want ja, het is van 100% raszuiver Duroc-vlees. Duroc-varkensvlees en dat vlees kun je zelfs rauw eten. Dus daarom hoef je niet te temperaturen. Dus als ze mooi goudbruin zijn, kunnen we ze eraf halen. Zo, voor de saus is het super simpel. We hebben nodig 2 eetlepels mayonaise. En 1 eetlepel sriracha. We goed mengen. Nou, ik vind hem eigenlijk wel heel erg lekker. Nog een beetje zoetig. Mocht je nou van echt lekker spicy houden, dan kun je er natuurlijk altijd een beetje extra meer sriracha aan toevoegen. Dan gaan we nog even een pepertje fijn choppen. Nou, ik heb ervoor gekozen om de saus niet al te spicy te maken. Al vind ik dat wel heel erg lekker. En daarom laat ik de zaadjes in de verse peper wel zitten aan. En gebruik ik die zometeen ook. Oh, kijk dan. Ziet er super uit. Nou,
Ribvingers hebben ongeveer 3 kwartier op de barbecue gelegen op een vrij lage barbecue temperatuur van 150 graden. Maar dit is het resultaat wat we willen hebben. Zo, de ribvingers zijn klaar. Ja, ik wil toch eerst even eentje proeven. Oh, nu al te lekker. Zo, ik snij de kontjes er wel even af. Als je die heel lekker vindt, laat je die natuurlijk zitten. Nou, we snijden hem in, niet helemaal door, zodat hij aan één kant dicht zit. Valt straks niet alles eruit. We smeren beide kanten lekker in met onze saus. Dan bedekken we met de ribvingers. Dan voegen we lekker wat groente toe uit ons zuur. Dat delen we over het broodje. Dat ruikt ook lekker, zeg. Toppen we hem af met een beetje verse koriander. En als laatste de verse rode peper. Daar is die dan. Nu lekker proeven. Heel lekker. Echt onbeschrijfelijk. Hele mooie verdeling van zuur. Met spicy, met de scherpte. Vlees komt lekker naar boven. Ja, ik zeg echt top. Deze moet je thuis maken. Ja, ik vind dit echt helemaal fantastisch. Maar ja, ik hou van ribvingers. Wil je het gerecht thuis ook een keertje maken? Het recept staat natuurlijk op onze website. Dan kun je gelijk de ribvingers bestellen en de volgende dag lekker barbecuen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even je duimpjes omhoog. Laat een reactie achter hieronder in de comments. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende!